Dit is een bespreking van de eerste helft van paragraaf 37 van het 21ste boek van Ab Urbe Condita. Hannibal is met zijn leger aan de afdaling van de Alpen begonnen en het is een enorme glijpartij door de sneeuw. Het hele leger loopt op een gegeven moment vast. Er zit niets anders op dan in het onbegaanbare terrein iets als haarspelbochten te gaan maken. En op dat punt van de afdaling zitten we nu. Uiteindelijk tandem en dan een ablativus absolutus jumentis fatigatis, nadat de lastdieren vermoeid waren en de mensen. Jumentis adque hominibus fatigatis, en dat was tevergeefs. Dus nadat de lastdieren en de mensen tevergeefs afgemat waren, is er tandem uiteindelijk in legerkamp geplaatst. Bij dat posita moet je est aanvullen in jugo, op die rots, op die bergrug. Dan nog een ablativus absolutus, loco purgato, nadat het terrein schoongemaakt was, nadat een plaats voor dat legerkamp natuurlijk schoongemaakt was, ad et ipsum, juist hiervoor, dus om dat legerkamp op te zetten. En dat gebeurt zeer moeizaam. Aegerime, superlatives van aeger. De verklaring voor dat aegerime staat in het volgende zinnetje. Tantum, zoveel van sneeuw, fuit, was er uitgegraven moetende worden. Hij moest uitgegraven worden, adque en aegerendum, en weggevoerd. Dus halen die rots, maken ze vrij van sneeuw en daar plaatsen ze dan een castra bovenop, een legerkamp. Inde. Daarna, ad rupem muniendam, om de rots te versterken, staat er letterlijk, om de rots begaanbaar te maken. De rots, per quam unam, door over de welke als enige een weg poterat esse, of een weg kon zijn. Dus we moeten over die rots naar beneden, en die rots moet je dan zodanig bewerken dat dat inderdaad kan. Onderwerp hier is milites, die soldaten, en die milites die zijn dus ducti, aangevoerd, aan het werk gezet om die rots begaanbaar te maken, waarlangs als enige een weg kon zijn. En die soldaten, omdat caedendum esset saxum, omdat de rots, de steen, uitgehakt moest worden, nog een gerundivum. Dan een ablativus absolutus, arboribus deiectis emanibus. Arboribus emanibus, dat zijn reusachtige bomen, rondom in de omgeving heb ik vertaald, omgehakt, neergeworpen letterlijk, nadat er reusachtige bomen in de omgeving omgehakt waren, en detruncatis, en van hun takken ontdaan. En dan moeten we even terug naar de hoofdstructuur, die soldaten dus, die faciunt, die maken, presens historicum, een struem, en dat is een stapel. En van die stapel wordt nog gezegd dat die ingentem is, reusachtig, lignorum, van stukken hout. Lignorum is in het Latijn eigenlijk meervoud. Dus even recapitulerend. Daarna maakten soldaten, dat maakten, dat haal ik dus uit dat faciunt, maakten soldaten die aangevoerd waren om de rots begaanbaar te maken, waarover als enige een weg kon zijn. Die soldaten die maakten, omdat de rots caedendum esset uitgehakt moest worden. Die soldaten maakten een struem in gentem lignorum, een reusachtige stapel van hout, nadat bomen in de omgeving, reusachtige bomen, deiectis omgehakt en van hun takken ontdaan waren. We zitten dus kennelijk onder de boomgrens. De zin gaat door. Et eam en die, en eam verwijst terug naar die struem, naar die stapel. Onderwerp zijn nog steeds die soldaten, en die stapel sukendunt, die steken ze van onderen aan. Wanneer doen ze dat? Toen ook een kracht van wind, staat er letterlijk, een vis venti coorta esset, ontstaan was. Dus als het begint te waaien, steken ze die stapel hout aan. Waarom doen ze dat? Die vis venti, die windkracht, die is apta geschikt
voor het maar voor vuur dat gemaakt moet worden. Gerundivum constructie weer. Voor het maken van vuur. Dus die soldaten die steken die stapel hout aan. Toen ook een windkracht geschikt voor het maken van vuur ontstaan was. Sukendun, steken ze die aan. En dat kwe, dat verbindt sukendun met putrefaciunt, onderwerp nog steeds die milites, die soldaten. En ze lieten springen, leidend voorwerp de saxa, de stenen, daarbij ardentia en ppa, de gloeiende stenen. Putrefaciunt lieten ze springen, in fuso aceto, door er opgegoten azijn, door er azijn overheen te gieten. Ita, zo, pandoend maakten zij begaanbaar, leggen zij open, betekent het letterlijk, panderen, zo maken zij begaanbaar de roepem, de rots, die rots die heet is, torridam inmiddels, door het vuur, en dat doen ze ferro met ijzer, hier wel bedoeld met ijzeren werktuigen, dus een abstractum pro concreto metonymia is dat, denk ik. En zij verzachten, onderwerp nog steeds die soldaten, zij verzachten de hellingen, de clivo's. Een helling verzachten, dat is een helling minder steil maken, door anfractibus, een anfractus, dat is een bocht, door gematigde bochten, die moeten we ons wel haarspelbochten bij voorstellen, denk ik, zodat, of opdat, met de bedoeling dat, deduci possent, naar beneden gebracht worden konden, zodat naar beneden gebracht konden worden, of opdat naar beneden gebracht konden worden, non solum sed etiam, niet alleen maar ook, niet alleen de lasdieren, maar ook de olifanten. Die konden dan ook langs die rots naar beneden.